Welkom terug bij Forza Horizon 5. En vandaag gaan wij een nieuwe auto aanschaffen. En dit is een auto waarvan ik nog steeds mijn twijfels heb of ik het goed heb gelezen. Want het is een Lotus met volgens mij 2000 pk. En dat lijkt me aardig veel. Dus we gaan eens even kijken of dat klopt. Zo ja, dan gaan we hem sowieso aanschaffen. En misschien zelfs upgraden nog sneller maken. En we gaan het zien. Daarvoor moeten wij naar ons huisje. We hebben een huisje achter ons. Maar ik heb eigenlijk zin om even een klein beetje rond te rijden met deze Ferrari. Dus wij gaan naar... Is er ergens een ander huis? We hebben hier een huisje. Ja, dat moet hem dan maar worden. We gaan die kant op. Ik ga even over de snelweg heen. Ik heb deze volgens mij nog nooit gebruikt. Ik weet niet hoe dit ding heet. Dat weten jullie waarschijnlijk wel. Is het een 488? Is het een 488 volgens mij toch? Er is ook nog zo'n ander ding. De F90 of zo. Die hebben we volgens mij ook. Misschien dat we die binnenkort even gebruiken. Oh, weet je wat we doen? We gaan eens even hier iemand uitdagen. We doen deze groene. Stock Snow. Is dat de Performante? Kijk eens aan. Ik moet zeggen... Oh, ah, moet naar rechts. Dude, ik moest eigenlijk naar links net. Nee, ligt uit de bocht. Als ik moet kiezen tussen een Performante of deze Ferrari... neem ik persoonlijk de Ferrari. Ik weet niet, die Performante is helemaal nice. Rij ook fantastisch, maar... ik vind zo'n Ferrari zelf een stuk mooier. Vooral deze. Ik weet niet precies... Ah, ik mis mijn slag! Welke vers dit is. Oh, no. Ik ga niet van jou verliezen. Gassen! Weet je wat? Shortcut. Oké. Kan gewoon. Hotseflas. En wat is dit? Kijk dat te zien, welke auto dit is. Nee. Dit is de Pista, natuurlijk. 488 Pista. Jeez. Ik vind persoonlijk de 458 Speciale. Vind ik nog nicer. Maar deze mag er ook wel wezen. Dan weet ik niet meer waar we heen moeten. We moeten naar ons huis. Ik zit nou een beetje op een verkeerde route volgens mij. We kunnen ook naar... hierboven heb je ergens een festival? Ja, ja, hier. We gaan daar wel heen. Gaan we de berg in. Ook prima. Moet ik alsnog draaien blijkbaar. Ik zal ook even kijken of we inderdaad die andere Ferrari ook nog hebben. Volgens mij was dat de F90. Maar goed, zou ik een fout hebben. Volgens mij zat die in de Car Pass. Maar ik heb nooit die auto's gebruikt in de Car Pass. En ik heb ze laatst allemaal lopen claimen. Dus misschien hebben we daar binnenkort wat uit gaan kiezen. Want er zitten wat zieke auto's tussen. Er zit ook nog zo'n GT3 auto tussen. Die is ook sick. Ik weet alleen niet of dat de 488 was of de 458. Je zou zeggen de 488. Maar I don't know. Dat kunnen we ook allebei even checken. En we hebben weer een nieuw speedzone. Personal best. Ik vlieg de bocht. Weet je wat we doen? We gaan hier omhoog. Shortcut. Oeh, nee, stenen. Oké. Dude, ik ging zo snel. We zijn er bijna. Ik zit weer vast. Nee, ik zit niet vast. Yes. We zijn bevrijd. Kijk, hier is het festival. Zo'n vette plek. Hier kom je eigenlijk nooit. Mooi. Helaas is er maar één manier om naar boven te komen. En dat is via deze kant. En wat is dat voor bus? Oh, wauw. Misschien binnenkort een keer een busje proberen? Al lachen zijn. Oh ja, we zijn dus hier. En als eerste zeg ik heel even kijken voor die Ferrari. En daarna gaan we dus op zoek naar die nieuwe Lotus. Ik weet ook niet hoe die heet. Ik weet wel dat die vrij goedkoop was. Volgens mij een miljoen. Wat voor 2000 pk bijzonder goedkoop zou zijn. Dus, I don't know. Ik heb mijn twijfels of ik het goed heb gezien. Maar als eerste gaan we dus eventjes langs bij Ferrari. En even kijken. Dit was die 488. En die andere die ik bedoelde was waarschijnlijk de J50. Maar ik kan me iets herinneren van de F90. Is dat niet ook een Ferrari? Misschien zit hij niet in deze game. Dat zou kunnen. I don't know. We zijn in ieder geval op zoek naar iets anders. En dat was die Lotus. Dus op zoek naar de L. Lotus. En dat is dit ding. En inderdaad, bijna 2000 pk. Hij is wel duurder dan ik dacht. Ik dacht 1 miljoen. Hij is 2,5. Het scheelt wel iets. Maar nogmaals. 2000 pk is bizar. Ik heb nog nooit van deze auto gehoord. Evea? Evea? Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik had hem nog niet. En het is ook niet de mooiste auto, maar hij is ook zeker niet lelijk.
Ik zit te kijken. Ik denk dat wij hem gewoon een leuk kleurtje geven. Dit is standaard. Hij is wel nice. Ik zeg je eerlijk. Hij is nice. Hij is alleen een beetje klein. Oh, volledig camel fiber is sick. Ik zeg je eerlijk. Dit ziet er bruut uit. Dit is heel nice. We gaan het helaas niet doen. Maar is wel vet. Wat we gaan doen is, ik pak even deze kleur. Ik kan het hier nog niet aanpassen. Ik wil even die kleuren aanpassen. Want die normale kleuren, die zien er altijd een beetje lelijk uit. Dat is niet metallic. Dat is heel erg... Ik weet niet wat de juiste bewoording is. Heel erg dood. Er zit geen diepte in de kleur. Dus met deze kleur kan je dat aanpassen. Even kijken, de deurtjes gaan mooi open. Wat had je ook verwacht. Hij is ook geel van binnen. Dus ik denk dat we inderdaad voor geel gaan. Ik vind de achterkant nice, man. Die spoiler hier. Die lampen. Dus die achterkant is sick. Maar ja, nogmaals, we gaan dus even aan de slag met als eerste de kleur. De performance komt zo meteen nog wel. Maar ik wilde de kleur aanpassen. En wat ik dus in gedachten had, was fine-tune. Kijk, hier kan je de kleur een beetje mooi maken. Dus we gaan voor geel. En geel. Oh. Groen is op zich ook een idee voor deze auto. Yes, please. Hell yeah. Kijk, zo krijg je tenminste wat mooiere kleuren dan die standaard. Die velgen moeten we waarschijnlijk wel aanpassen. Ik denk dat we ook voor zwarte velgen gaan. Ziet er goed uit op deze auto, denk ik. En we gaan die windows tinten. There we go. Is er verder rest nog iets? Ik denk het niet. We hebben niet eens spiegels. Waar staan de camera's? Is het een conceptauto? Denk het. Ja, we saven die op. En we gaan eens even kijken voor upgrades. Nogmaals, hij heeft nou dus 2000 pk. Het kan zijn dat hij elektrisch is. Ik heb geen idee. De kans is waarschijnlijk best wel groot. Maar we gaan eens even aan het schroeven. En hij is waarschijnlijk elektrisch, want er is niks om te upgraden. We kunnen een andere voorbumper, andere spoiler. Ik vind die standaard spoiler fantastisch. Alright, hij is klaar. We hebben $7000 aan upgrades. Volgens mij zijn dat puur alleen de velgen. En ja, volgens mij heb ik alleen velgen aangeschaft. Dus dat scheelt niet bijzonder veel. En ik denk nog steeds dat deze auto in het groen ook wel nice zou zijn. Hij doet me nou een beetje denken aan een Aston Martin die ik heb. Die is volgens mij dezelfde kleur. Ook een beetje dezelfde vorm. Ik kan even snel kijken. Ik had de Valhalla ooit geel. Dat weet ik zeker. Maar blijkbaar is hij groen. Hij is ooit geel geweest. Precies deze kleur. Maar ja, dat komt dus goed uit. Dan kunnen we deze kleur gebruiken voor onze nieuwe Lotus. En ik moet zeggen, ik ben nooit een grote fan geweest van Lotus. Maar nogmaals, dit maakt daar wel verandering in. Helaas is hij inderdaad elektrisch. Ik vind ook de kleur hier niet zo mooi als binnen. Ik kan hem misschien iets moeten aanpassen. Hij heeft nou een beetje een chrome look. Het is shiny. Ja, dit is... Ik hou echt niet van elektrisch. Ik weet niet wat het is. Hoe snel het ook is, want kijk hoe snel wij zijn, jongen. We zitten gelijk aan de 355. We moeten eigenlijk even op zoek gaan naar een race die we kunnen doen met deze auto. En ik zie hier ook weer onze stunt jump. Ik moet een steeds dat bordje hebben. Nog niet bijna. Nog niet bijna. Daar is het bordje. Maat. Ik weet niet hoe je dit bordje wil pakken. Dat is het veel te ver weg. Maar ja. We gaan eens even op zoek naar een race. Ik zie een race voor ons. Ik weet niet wat een leuke race is. Even kijken. De Vulcan Sprint. Laat me raden. Wij moeten hier naar boven. Dit is waarschijnlijk de meest verschrikkelijke route die ik me kan wensen. Ja, dat is letterlijk... Ik weet niet of ik dat met deze auto wil doen. Ik heb het idee dat deze auto niet zo lekker stuurt. Kunnen kijken of we iets anders hier kunnen vinden. Anything goes. Dat is dezelfde route. Tracktoys. Ik weet niet of deze auto onder Tracktoys valt eigenlijk. Geen idee. Je zou zeggen van niet. Ja, ik zie dat niet gebeuren met deze auto. Het spijt me zeer. Ik merk nou al dat ik best wel moeite heb om te sturen met dit ding. Die draaicirkel lijkt best wel groot. Wat raar is, want die auto is zo klein. Waarschijnlijk is hij gewoon zo zwaar vanwege die batterijen. Hier is weer dat... Oh, dat is dat bordje wat we net zagen, of niet? Yes. Wij gaan... We kunnen deze race doen. Dat ziet trouwens een mooie race. We hebben er hier ook nog eentje zitten. Ik doe liever hierboven in de bergen. De andere is meer een zandbak.
We gaan eens even kijken. We kunnen die 918 gelijk uitdagen achter ons. We zijn veel sneller. Dat is het ding met elektrisch. Het is zo'n acute power. Best wel eng zelfs. Wat ik niet snap aan Forza is waarom er geen Tesla meer in de game zit. Want Tesla zat in Horizon 3, maar niet in 4 en 5. Beetje vaag. Ik mis de kans. Vooral met al die nieuwe auto's die eruit komen. Alright, de Copper Canyon Spring. Volgens mij een mooie race. Zal niet al te lang zijn. 9,5 kilometer is een mooie lengte. En wij gaan daarvoor gebruiken onze nieuwe Ivea. Wat in hemelsnaam is die auto daar rechts? Ik zag hem net al staan. Als iemand weet wat het is. Ik heb geen flauw idee. Ik heb dat ding nog nooit gezien. Wat een rare auto is dat, man. En het is lekker glad. Het heeft flink geregend, zie ik. En ik ben... Oh, ik ben knijtersnel. Dat merk ik nou al. Holy moly. Yo. Dit ding is zoveel sneller dan de rest, jongen. Je kan zeggen wat je wil van elektrisch, maar het is wel insane snel. Maar... Kijk. Oh, ik kan alleen moeilijk sturen. Ik rijd nou al derde. 22% in de race. We spelen op het hoogste niveau in de game. Unbeatable. Oké, wacht. Nummer 1 en 2 rijden wel ver vooraan. Misschien moet ik mij even gedijst houden. Maar in ieder geval, ik vlieg de rest al heel snel voorbij. Of vloog. Ja, oké. Ik heb niks gezegd. Nummer 1 en 2 zijn knijtersnel. Vraag me af wat die hebben. Ik kan ook niet altijd vol gas rijden. Want ik merk gewoon dat sturen van deze auto niet heel goed werkt. Maar we lopen wel flink in. We zijn op de helft van de race. Ik hoop dat we zometeen mooi ergens een rechtstukje krijgen. Dan komt het goed. Zo niet, dan niet. Ik vraag me nog steeds af wat die auto achter mij is. Maar dat ding zag er zo raar uit. Ik heb dat ding nog nooit gezien. Hij was ook niet mooi, maar het was gewoon een rare auto. Ik ben echt benieuwd wat dat was. Ik weet één ding en dat is dat ik hem niet heb. Waarschijnlijk was dat een festival playlist auto. En voorheen deed ik altijd al die auto's unlocken. In Horizon 4 heb ik ze allemaal. Maar hier, ik weet niet. Ik had daar gewoon niet zo heel veel interesse in. Ik kan alsnog kijken of we wat toffe auto's kunnen krijgen. Maar ja, ik geloof niet dat ik hun nog in ga halen. Die hebben echt al sinds het begin van de race vragen gereden. En ik ben niet één keer in de buurt kunnen komen. Deze auto heeft qua topsnelheid ook niet de hoogste topsnelheid. Ik weet niet wat zij reden. 350 en dan houdt hij ermee op. Maar dit is geen schijnbaar kans. Ik dacht even in het begin dat ik dit makkelijk zou winnen. Nou, hé, hey, hè. Zie je weer, hè. Grote mond en dan word ik nog mijn derde. We rijden gewoon deze kant op en we starten de eerste race die we zien. Ironisch genoeg heb ik letterlijk de route uitgekozen waar geen enkele race op is. Toppie. En wat was zijn naam? Teen Ferret. Ferret? Ah! Interessante naam. Ik kan me herinneren dat die... Oh, we gaan offroad natuurlijk. Heb ik net erover gehad. Ik kan me herinneren dat die Veneno best wel nice reed. Dat is wel een prima autootje. Oh, hier heb je die auto van net. Ik heb er niet op gelet wat het was. Shit, wacht. We kunnen het hier zien. Misschien kan ik hem gelijk uitdagen, want ik wil weten wat het is. Wacht! Kom. Wait, hij is... Hij is verdwenen! Reed hier, hij is weg! Are you kidding me? Maat. Ik wilde weten wat het was. Is hij teruggereden? Nee, toch? Wacht op mij! Dat is... Is dat een speedtail? Ja, dat is niet wat ik zocht. Yikes. Dat is raar, maat. Dat die auto ook ineens verdwijnt. Ze willen gewoon niet hebben dat ik weet wat die auto is. Het moet een geheim blijven. Alright, nogmaals. We gaan op zoek naar de eerste beste race die we kunnen vinden. Maakt me niet uit wat het is. Ik start alles. Maar ik moet wel iets kunnen vinden. Oh, is dit hem? Dat is hem! Dat is hem! Ik denk dat ik weet wat het is. De zijkant leek op die... Auw! Hoe heet dat merk ook weer? Elektrisch merk. Kom op de naam. We zullen het zo meteen wel zien. Hij is wel snel, maat. Ik kan hem niet bijhouden. Dat ding is te snel. Ik kan er ook niet tegen dat ik niet weet wat dat merk is. Is dit wat ik denk dat het is?
Nee, Nio? Nog nooit van gehoord. Ik dacht dat het anders was. De Nio EP9? Geen idee. Wat is er mis met mijn banden? Oh wait, deze gaat 455. Ik kon niks upgraden. Nou, mensen hebben blijkbaar een manier gevonden. $36,000 voor 100 km per uur sneller. Dat is een goede deal. Ik weet niet wat ze met deze auto gedaan hebben, maar ik heb versnellingen. Het is een beetje vaag. Want hij is nog steeds elektrisch. We gaan eens even kijken of wij hier die topsnelheid kunnen testen. En deze kant was de snelweg. 461. Dat is sneller dan mijn Divo. Van de vorige keer. Die ging 431. Dus dat is een flink verschil. Dus ik wil dat wel even testen. Hij voelt ook best wel raar, de auto. Ik weet niet wat het is. Heel erg zweverig nou. Oké, gewoon afrijden. Ja, joh. Moeten we links of rechts? Dat is het beste. Want we hebben een flink lange baan nodig om deze snelheden te halen. En ik moet zeggen, ik denk dat ik op zich wel een fan ben van het feit dat hij nou schakelt. Dat is wel handig. Oh, wait, ik rij al 4... Oh, ik rij al 4,50! Ik had niks in de gaten, dude. Oh mijn god. Ik denk dat ik met 350 reed. Dit ding is insane. 460 bijna. Let's go, baby! Nieuw personal best. Wat is de snelste auto in de game? Als iemand dat weet, laat even achter in de comments. Wil ik binnenkort wel even checken. Maar dit ding is insane. Hey, we hebben een race gevonden. Sierra Verde Sprint. En zoals jullie weten, hou ik van sprintraces. Dus we gaan deze snel doen. Ik hoop dat we kunnen winnen. Ik ga er vanuit dat we gaan winnen. En ja, met onze nieuwe geoptimaliseerde Lotus. Are you kidding me? You've lost several races in a row. Would you like to lower your difficulty to pro? Oh no. I know, okay. Hopelijk kunnen we onszelf nou bewijzen. We gaan het zien. We hebben in ieder geval een nieuwe tune. Het probleem is wel, zij zijn ook allemaal weer sneller geworden. Dat is hoe dat werkt. En weet je wat het probleem is met die niveaus? Ik heb het idee dat pro te makkelijk is. Maar unbeatable, dat is gelijk zoveel lastiger. Want je ziet mij iedereen hier zo casual voorbij rijden. Maar die nummer 1 en 2, die zullen zo meteen weer verdwijnen. Kok ik. En ja, we rijden vierde. Elk moment rijden we nou derde. Oké. Misschien dat dit nou de race is die we wel gaan winnen. Jesco. Kijk. Jesco absoluut zit niet in de game, of wel? Die is eigenlijk nicer, vind ik. En volgens mij is dat de Chiron. Dat ding is snel. Ja, ik geloof niet dat ik hem... Oh boy, dat is gedwaardig. Ik geloof niet dat ik hem kan bijhouden. Ik heb een update over die auto voor ons. Naast het feit dat die motor snel is, is dat geen Bugatti, dat is een Lamborghini. En ik slip hier onderweg. Ja, ik geloof niet dat we hem nog voorbij gaan komen. Dan zou het nou moeten gebeuren en ik... Nope. Moet zelfs nog geluk hebben dat we de Jesco voor blijven. Want die zit ook echt achter ons, jongen. Die wil al langs. En wij laten dat niet gebeuren. Maar nou ja, helaas weer een tweede plaats. We zullen maar zeggen dat het aan de auto ligt, oké? Nee, dit ja, was een mooie race. Helaas wederom geen eerste plaats. Ik moet ook zeggen, de auto rijdt best wel fijn. Voor een elektrische auto. Valt niks tegen. Ik vind hem fijner zo dan dat hij voorheen was. Dat ik toch een beetje kan schakelen, hou ik wel van. Maar we hebben verloren van een standaard Aventador. Yes. Nou ja, weet je wat we doen? We gaan er even een troostprijs openen. Oké. Okay. Was dat nodig met je confetti? Come on. Hey, we gaan er even een wielspin openen als troostprijs. En dan vind ik het mooi geweest. Wat zit hierin? Een busje. Een heel sussy busje. Juist. Hey, vond je dit nou een leuke video? Laat sowieso een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk zie ik jullie binnenkort weer terug met een nieuwe video. Dus tot dan. En houden we.